Hello! Another day, another video. Mijn video van gisteren is geclaimd omdat de muziek... Dat komt allemaal goed, hoop ik. Het is nu 9 uur. We gaan nu snowboarden. Het weer nu is nog redelijk nice, maar het gaat straks snel. It looks pretty nice, hè? We gaan nu snowboarden. Mijn GoPro is opgeladen. Mijn schaal nog even naar de winkel van GoPro. Oh shit, ik sta nu op de rest van mijn buren. Hey, hello, how you guys doing? Ik heb tot 1:30 geëdit vannacht. Ik ben moe. Alles doet pijn, maar hey, dit is een nieuwe dag. We gaan die 360 proberen. En hey, ik moet misschien nog even naar de GoPro winkel. Om nieuwe dingen, om zo'n dingetje op mijn helm te zetten. En zo'n nieuw dingetje voor mijn stok. En misschien ook een nieuwe helm kopen vandaag. Maar hey, it's gonna be a crazy day. Hello! Ja! Ik heb al een beetje kleuren. Ja. Heb ik dat voor je gezegd? Een beetje in te smeren. Okay. De piesboeien. Hey! Ik ben benieuwd hoeveel dag dat ik dit ga volgen. Het zal hard zijn als ik 8-7 dagen elke dag kan uploaden. Hoe lang is dat geleden dat ik dacht van, I don't know. Hey, ons bed ziet er wel nice uit. Waar blijft de room service? Je knuffels altijd meenemen op skireis, want die boys zullen ook de wereld zien. Stinky, welkom in Oostenrijk. Woe. Maar joh, alles goed? Ja, perfect. Ze gaat niet meer gaan skiën, maar ze gaat wel mee naar boven. Ga je met de poepslee naar beneden? Ik heb dat vlieger door met de poepslee. Zo'n bussen met allemaal witte skilappen. Ik heb een splinter in mijn kont gehad. Laat maar zijn. Hey, maar kijk, ik ben 19 en ik neem wel met mijn family mee op skireis. I'm a good guy. I'm a good lad. We gaan niet skiën. I'm hype, man. Ik kan hier gewoon iedereen daar zien afdalen. Dus daar is het snowpark, daar is waar ik gisteren die 360 heb gehad. Dus we gaan nu naar daar. Ga je mee op de slee? Ik? Ja. Ja. Het is een selfie stick voor de wifi. De wifi stick! Gaan we nu vertrekken? Ja. Hey. Als ik aan het editen ben s'avonds, dan hoor ik zo altijd dronken mensen roepen. En ik dacht van, joh, die komen gewoon uit de stad. Maar nee, onze hotelkamer is hier. Het zwembad is hier op. En naast onze kamer is er dus blijkbaar de Otsi-bar. Misschien moet ik vanavond eens komen kijken hoe die Otsi-bar... Allemaal dronken mensen altijd aan het roepen. Bij 10.000 likes op deze video ga ik naar de Otsi-bar. Alleen. It's gonna be great. Baby girl, are you ready for dag 2? Oeh, you're gonna do great. We're gonna do some 360s. Hey, it's gonna be nice. Oeh. Er is zon. Straks gaat het sneeuwen. Nice. Er is de indruk van de sneeuw. Het is lekker een beetje easy. Het is icy, man. Het is heel icy vandaag. Maar het is aan het sneeuwen. Ik weet niet of jullie een beetje kunnen zien. Het is snowing. Maar dus om de pijn te dempen. Om de dag goed in te zetten. Ah. Warme shuttlebelk, voorbereidend tanken om de pijn te verlichten. Hopelijk sneeuwt het nog een beetje meer, want de piste is al, dit is een spiegel man, it's gonna be nice. Het is zo icy, je hebt geen snelheid op deze snel. Je zou denken op ijs slier je sneller, maar dat is niet zo. Je remt echt superveel af. En op die berg van gisteren, er is een fucking stuk uit die berg. Hey! Ja! Yo! Het is een sneeuwstorm! What the fuck? We hadden net naar daar gaan, maar ze hebben de piste dicht gedaan. Omdat, oh, zien jullie dit? What the fuck? Hey! Ik wil niet doodgaan, man. Maar het is al hard. Want we hebben wind in de rug. Dus nu word je zo van die piste gecatapulteerd. Hey, let's go! Ik vind het wel leuk. Ik vind het wel leuk om snowboarden in een sneeuwstorm. Wauw, de wind zou je rug, je hoort van die piste gecatapulteerd. Hé, hey, maar is alles hier nog open? Hiervoor kom je op skireis, dit is haar joh. Hey, ik heb slecht nieuws. Al het rood is dicht. Elke piste hier is dicht. Mijn oma ging zoals ik zei naar boven komen. En dan gingen we daar in een restaurant eten. Door de sneeuwstorm is elke lift dicht. Dus wij zijn helemaal naar beneden gekomen, dus wij kunnen niet meer naar boven. Probleem, mijn oma is daar al. Ze heeft ook geen skis, dus zij kan niet naar beneden. Dus zij zit vast op 2000 meter. En wij zitten vast hier. Ik weet niet hoe zij naar beneden gaan komen. Gelukkig heeft ze gehaald mij. Ze kan een beetje drinken. Het is wel jammer als ze alleen is. Maar het restaurant waar ze zit, zit vol met mensen die niet naar beneden durven. Dus de allereerste keer helemaal in ski leven dat dit gebeurt. Like, ze hebben de liftjes dicht gehaald omdat de eitjes zo te veel bengelden. En het was gevaarlijk. De pistes lagen zo nice op het einde. Oh, ik snowboard zo graag in sneeuwstorm. Dit zijn al de liften. Zien jullie die rode kruisjes? Allemaal dicht. Om de tijd te doden. We kunnen naar Schwip's Lady Dancing Downstairs. Wil je naar de Lady Dancing? Nee?
Ga lady dansen, je ziet er wel leuk uit, doe. Are there ladies here, hello? Ik zie geen ladies, man. Ik zie geen ladies dansen. Als dit voor de rest van de week zo is, dan is het plan om elke dag een snowboard video te maken, wel geneukt hoor. Like, ze hebben alle liftjes binnengehaald. En in één winkel verkopen ze nog iets van GoPro hier. Like, ze zeggen van ja, online bestellen is beter, online bestellen is goedkoper. Ik had me beter moeten voorbereiden. Ik wil gaan snowboarden. En mijn oma zit vast op de berg. I hope you're doing great there. Niks aan te doen. Laten we hopen dat het alleen nu is en dat die liften straks weer open gaan. Maar ik vond het wel leuk hoor. Wow, in de sneeuwstorm snowboarden was leuk. Woef. Hey, je leeft nog. Hey, hoe ben je naar beneden gekomen? Met de gekwetste naar beneden. Met de gekwetste. Hij is zilver papier aan. Je leeft nog. Hello. Makkelijk, smakelijk. Wat ga jij eten? Cappuccino. Nice. Woo. Ik heb een speerrips, man. Hey, let's get it. Oh. It's great. Ja, lekker. Ja, joh. Smaak fijn. Dat is vernam. Wat hij hier al heeft, ik weeg 150 kilo verzeer. Ik zag gisteren comments van hey, yo, je bent, je stopt met roken, je wordt alcoholieker. Het is nu gewoon toevallig weer voor de bierpauze, maar ik weet niet eens wat dit is. Wat is het kleine drankje? De Willy Feige. De Willy Feige. Ja. En moet je daar in één keer op drinken? Je moet eerst de peer op hier. De peer. Oh, lekkere peer. Dat weer een leuke piste worden, man. Hey. Zoals jullie zien, de zon is er ook doorgekomen. Hey, it's nice out, so we drink some. Snap je, het is ook vakantie voor mij. In Blankenbergen doe ik dit niet. Ja, het is wel nice. Tijd om te snowboarden. Alle liftjes zijn weer open. Dit is de lift die we vanmorgen hebben genomen. Als je daar boven had, dan zijn we bij de piste die dicht was door de storm. We gaan nog een beetje snowboarden, je moet die. Let's fucking get it. Hoor je dat mijn mama zo goed kan skiën? Like, het is 3-4 jaar geleden dat ze heeft geskiet. Hey, you're doing great, sweetie. Oké, het is nu 2:30. Tijd om die 360 nog een keer te proberen. En gewoon heel het snowpark nog een keer te checken. En morgen houden we aan het andere snowpark. Want er is eentje die nog super veel groter is. Maar hij, man, die pilsner kijkt in. We ready. Ik weet ook niet hoe het komt, maar daarnet was alles hier dicht. En nu is er weer een beetje blauw en een beetje zon. Het is wel een beetje icy vandaag. Dus als je valt, dan val je 3 keer zo hard. Maar, hey, let's get it. Hij ligt gewoon 8000 keer slechter dan gisteren. Het stuk ervoor is ijs en er is een stuk uit de... Oh. Fuck! Ik moet een kakje doen. Ik ga even naar het toilet. Oké. Zo va? Oké. Warme chocomelk om te vieren dat het niet gelukt is. Het ligt niet aan mij, het ligt aan de sneeuw, man. Morgen nieuwe dag. Dank u wel, maar eentje voor de taart, man. Hey, thanks. Hey, ah. Zie je niet je badjas? Nee, ik ga hier naakt op het terras gaan. Dit is skivakantie, man. Ah, Gary. Ik was net de comments aan het lezen onder mijn video. Shout-out naar jullie, man. En uiteindelijk, kijk, het spijt me echt dat ik de week na jullie vakantie ga snowboarden. Fuck. Ik wou ook al in de vakantie gaan, omdat ik dat wist van joh, dat gaan hier superveel jonge mensen zijn. Maar weet je wat het ding is? Zoveel goedkoper als je buiten de vakantie gaat en omdat ik toch een school heb. En die taart was lekker, man. Thanks for the pie. Maar eentje, wil je nog? Wil je nog een braambesje? Allee, ho. Ik mag niet roepen hoor. Ik dank wel voor de taart. Zwembad! Wat denk je van het hek springen of niet? Als ik het nu niet doe, like, er is hier een beetje volk, maar... Goeie skivakantie, man. Poel op. Oké, er hingen daar blijkbaar wel camera's van. En dan stonden daar mensen en die zeiden, what the fuck, dat kan echt. Ze zeiden van, yo, I'm a professional. Dat heb ik niet gezegd. Toen toonden ze dat ding echt instabiel was. Maar hey, wat had die clean tower gesprongen. En toen zeiden ze van, yo, we gaan nog één keer doen, dat houden we wel. Hey,
I'm a pro! Ik moet naar het restaurant. Ik ben alweer. Ik heb net mijn video online gezet. Ik ben great. Ik hoop dat jullie die 360 hard vonden, want het is vandaag niet gelukt. Hey, fuck. De outfit of the day is dezelfde outfit als gisteren. Dat is fucking lame. Zo elke dag een andere outfit moeten hebben, maar ik heb niet eens genoeg kleren mee. Dus. Wat zijn we weer aan het doen? Die wijnkaart aan het kijken. Hey, we hebben een nieuwe tafel. Wat vind je van de nieuwe tafel? Prachtig. Oef. Dat is al het ding, dat is de rode draad doorheen al deze video's, snap je? Drank, maar niet veel. Gewoon zo. Hey, we gaan eten. We gaan met die wijnkaarten. Ik zie graag maar eentje. Ik genoeg. Oh. De Phantom. Dat is niet zo wild. Ik proef toch bij kurk, weet je? Nee, het is een grapje. Smaak. Ja, ik wil het filmen, maar snap je? We already started. Some pork chop. Smiley. What the frick is nice? Yo. Is het cheese? Ben nog iemand een beetje kaas? Kaas? Ja, het was een goede dag, man. Ik leer ook elke dag een klein beetje Duits bij. Ik heb hier iets klein om te oefenen. Wilds du mich? Kom auf die Seite. Ich warte auf dich. Ik heb geen idee wat dat betekent. Maar hoe noemt dat café weer hiernaast? Zoals ik in het begin van deze video zei, bij 10.000 likes ga ik naar de Utsi bar. Met maar eentje. Ga je dan mee naar Utsi bar? Nah, 10.000 likes en gaan we maar eentje naar de Utsi bar. Dus pull up. It's been a great day, boys. Ik heb zin in morgen. Morgen gaan we naar Hek Funpark in Hinterglim. Jullie hadden die doorgestuurd naar mij bij de U-baan. Thanks for the request. Dan doe ik mijn schelpad aan voor de eerste dag. It's gonna be great. Thanks for watching, guys. Love you, love you. Bye. Hallo. Dit is wel een leuke bril. Ja, sorry. Ja, je. Yo. Wat is die kaart? Zit hier, Matthias? Hij is achter elkaar. Sorry voor de kleding. Bye, dat is het. Enjoy.